Hallo lieve mensen, vandaag een video op verzoek. Een heleboel mensen die vragen zich af, hoe maak ik nou zo'n leuke kerstman die ik op Pinterest steeds tegenkom? Dus ik heb er ook eventjes over nagedacht, want ik heb dat ook nog nooit gemaakt. Maar ik denk dat ik er nu uit ben. Dus ik ga zo'n ding maken en jullie kunnen meekijken. Misschien heb je er wat aan. Ik heb besloten om hem te maken met een piepschuime bodem. Ik heb krammetjes en balletjes natuurlijk. Een hele bak met mos. Mos. Even kijken hoor. Schoon zetten. Hop. En dan heb je hier natuurlijk wit kokos. Voor het baardje straks. Gaas. Dit is dubbeltjes gaas noem je dat. En je hebt het ook in met grotere gaten. Je kan het allebei gebruiken. Je kan het ook gebruiken van een halve meter. En je kan het ook gebruiken van een meter. Want als je een meter neemt, je hebt een meter bij een halve meter nodig. Dus je kan van een halve meter gewoon een halve meter afknippen. Of als je gaas hebt van een meter breed, dan neem je een halve meter. Toch volgen? Lekker hè? Ja, jullie snappen het wel. Het eerste wat we gaan doen, is een puntzak maken van het gaas. Nu hebben jullie allemaal wel eens pijltjes gemaakt vroeger op school. Ik moest even uit elkaar vouwen hoor. Jullie hebben allemaal wel eens van die pijltjes gerold, weet je dat nog, met zo'n blaaspijp. Ja, eigenlijk is dit hetzelfde principe. En dan maken we een soort patatzak. Hop. Hij zat zo erg in elkaar gedraaid dat ik hem niet rollen kan. Kijk, ik doe dit ongeveer zo tot de helft. Zie je? Nou, ietsje erover. Kunnen jullie dat zien? Niet zo goed, hè? Kijk, zo. En dan ga ik gewoon rollen. Kijk, dan heb ik een mooie soort patatzak. Ik denk dat dit ook gelijk ongeveer de goede maat is. Want ik wil hem eigenlijk best wel lang, want straks gaan we natuurlijk die punt leuk ombuigen. Als je tevreden bent over de maat, de onderkant is daarbij wel belangrijk. Die wil ik straks hierop zetten, dus dat moet op dat piepschuim. Dus dan moet hij een beetje in de buurt komen van die maat, maar dat lukt wel. En anders kan je de onderkant ietsje losser doen. Ik doe dit, de haakjes van het gaas, dus de uiteinden, de puntjes, die buig ik naar binnen. Tot het glaas blijft zitten. Je kan er natuurlijk een ijzerdraadje omheen doen, maar dit is gewoon de makkelijkste en de snelste manier. Dus alle puntjes, die buig je eventjes om het gaas. Ik zal het eventjes dichtbij laten zien, voor de mensen die niet snappen wat ik bedoel. Kijk, hier zitten van die puntjes, die uitgeknipte uiteinden. En die buig je zo naar binnen. Zie je het? Dan haakt hij zich vast. Nu moet hier allemaal mos omheen. Maar we willen natuurlijk wel dat hij zijn vorm behoudt. En als ik heel hard zo met ijzerdraad ga trekken, dan zou die plat kunnen worden. Daarom vullen we hem. Je kan er gewoon oud kussenvulsel in doen. Stro, hooi, kranten, wat je maar in huis hebt. Ik heb een kussentje meegenomen van thuis, een oude. Ik haal het een beetje uit elkaar. Kijk, hier is die stevig genoeg, dan gaan we hem straks ook buigen. Maar het gaat mij meer om dit. Dit is natuurlijk het zwakste deel. Dat is makkelijk. Zo, dan gaan we weer verder. Mijn vriendin Linda kwam net binnen. Dus ik moest even naar de deur. Die vulling heb ik in de punt gedaan. Nu heb ik wat eruit steekt, heb ik weggebogen. En als ik hem dan zo neerzet, denk ik dat ik hem op de piepschuim kan komen. En dan kan ik in het piepschuim straks het groen steken. Ik denk dat dat wel leuk is.
als je naar buiten wil zetten en je denkt hij moet het in weer en wind uithouden, kun je er ook een plantenpot in zetten. Dan verzwaai je hem een beetje. Of doe er een baksteen in. Of verzin iets anders. Ik ga even de camera ietsje naar beneden zetten. Dan zien jullie ook wat ik aan de onderkant doe. Ik doe er eventjes een paar krabben in. Gewoon dat het blijft hangen. Dat doe ik daarna met een ijzerdraadje. Dan ga ik alles vastwikkelen. Dat het even blijft hangen. Blijft het hangen? Ja, het blijft hangen. Dan heb ik hier binddraad. Dit draai ik even zo om elkaar heen. Begin en klos. Dan zit hij vast. En dan ga je gewoon rustig draaien. De vorm die kan je er later in maken. Als je zegt ik wil een hangende muts, dat hoef je niet gelijk te doen. Je kan het straks op alle kanten uitbuigen. Zo beklee je hem helemaal met mos. Overlap niet, want het kost al materiaal genoeg. Als je een kaal plekje hebt, doe je dan gewoon met de volgende ronde weer mee binden. Ga nog een keertje helemaal naar beneden. Afknipt, gewoon met een schaar, nooit met je snoeischaar. Dan kun je hem even afhechten door onder een ander draadje door te gaan en hem dan even om te buigen. Ja, ik denk dat hij er al heel leuk uitziet. Deze wil ik graag een beetje gaan buigen. Ik ga er denk ik een beetje zo'n hang. Hij is best stevig. Van maken. Ja. Zo, ik haal even die scherpe rand eraf. Dat hier in de lijn van de muts loopt. Voor het groen heb ik conifeer. Heb ik hier twee verschillende kleuren: licht en donkergroen. En ik heb mooie bouwspannen. Je knipt er een beetje aardige takjes van. Wat is het? Tussen de 15 en de 20 centimeter. Kijk een beetje hoe je uitkomt. Zo, ik heb een beetje voorgeknipt. En dan gaan we nu prikken. Soms dan zitten er van die dikke... Zo, even zo doen hoor. Zitten er van die dikke stukken aan. Die doe ik dan wel eens even een beetje bijsnijden met een mes of bijknippen met een tangetje. Want je wil natuurlijk niet dat hele piepschuim kapot prikken. Het moet wel blijven zitten. Maar je prikt het in principe gewoon zo in. Dit is toch wel een beetje een lange. Die doe ik nog even in tweeën. Maak hem een beetje kaal. Hup, zie het. Die kleinere die doe ik er bovenaan. Zo, nou we hebben nu een lekkere groene basis. Ik zal even zo doen, dan kunnen jullie het beter zien. Zie je het? Er zit helemaal een groene rand omheen. Als je nog ergens piepschuim ziet, dat is natuurlijk niet zo leuk. Dan kan je er een beetje van dat plaatmos nog tussen doen. We werken dat even mooi weg. Ik doe desnoods nog even een krammetje op. Ja, en dan
komt nu de baard. Gaan we een leuke baard maken. Daar hebben we witte kokos voor. Maar als je dat zo erop doet, dan is dat geen baard. Dus we gaan er een beetje aan trekken. Want als je eraan trekt, dan worden het een beetje lange draden. Zie je, je ziet het al gebeuren. Dan krijg je echt een beetje een baard. Het moet natuurlijk allemaal een beetje uit de klit. Kijk hoor. Dit is natuurlijk te lang. Trek ik gewoon nog een keer. Als dit te lang blijft, kan je natuurlijk even de onderkant afknippen. Kijk, doe het even zo. Ja, het is natuurlijk makkelijker met twee handen. Dat iemand dat eventjes beter pakt. Maar ik heb hier al een aardig stukje baard. Even kijken of het niet te lang is. Kijk, zo wordt de zijkant, dan wordt dit zijn hoofd. Dan kan je dat er zo op spelden. Zie je het? Nou, doe je nog een pluk. Krijg je een lekkere volle baard. Ik draai hem even om, anders zie ik zelf niet wat ik doe. Dat doe ik ook weer met krammetjes. Deze een beetje naar voren. Nou, zet ik er nog een rode neus op. Hopla. Ja, zie je weer hopla. Ja, weer hopla. Kijk, we kunnen een kleine kerstbal nemen. We kunnen ook een wat grotere kerstbal nemen. Voor buiten is kunststof natuurlijk het fijnste. Vinden jullie klein of groot? Kijk eens, Lin. Klein of groot? Allebei even schattig. Groot allebei, kan ook. Allebei leuk, hè? Nou, ja. Mogen jullie lekker zelf kiezen. Glanzend, mat, maakt allemaal niet uit. En hang lekker een balletje nog aan de muts. Nou, ik zal een leuke foto maken, zodat jullie het eindresultaat kunnen zien. Zo, dat is hem. Ik zou zeggen, hup hup, aan de slag. En graag tot de volgende keer. Doeg!